Marianne Vos, we gaan naar het roeien. Ja. Is dit jouw eerste uitje buiten het Olympisch dorp? Ik heb al judo en baanwielrennen gezien. Ben je al eerder bij het roeien geweest? Nee, ik heb live roeien nog nooit gezien, dus ik ben wel benieuwd. Ik volg het altijd op tv en ik vind het ook wel een hele mooie sport. Ik heb er weinig verstand van. De kans is groot dat we een medaille gaan halen en ik weet dat het zweertje heel leuk is op de tribune. Ja. Dus we gaan kijken of we zo misschien nog een leuk klein feestje kunnen vieren. We hebben een klein regenkeepje aangetrokken. We zijn hier gewoon te koop op straat. Het ziet er niet uit, maar dat is de enige manier hoe we vandaag roeien kunnen kijken, ben ik bang. Net roeien afgesloten en we hebben weer goud. En wie hebben we hier? De mannetjes van de radio. Hoe was het? Ja, dat was natuurlijk geweldig. Maar het was spannender dan ik vermoedde. Ik zat nog heel rustig met de start. Maar op 1500 meter was er nog niet echt een verschil gemaakt. En toen, de laatste 200 meter, hebben we rustig kunnen juichen. Kippenvel. Ja, dat was het. Ja, heel erg mooi. Het gouden duo. Ik sprak jullie een aantal dagen voor dit mooie moment. Volgens mij was vandaag iets lastiger geweest dan gisteren. Of niet? Ja, het is een finale. Ja, dan gaat iedereen gewoon volle bak weg. Ja. Ik zou vanmorgen tegen Ilse, ik ook echt niet meer op mijn benen kunnen staan. En dan kon ik ook niet door de boot uitkomen. Nee. Dus dan weet ik wel altijd dat ik echt het huis ga. Maar dat moet ook, hè? Als je te spelen bent, moet je tot het uiterste gaan. Ja, er was gewoon niemand die er weer langs kwam. En hoe was het dat toch weer die gekke Nederlanders in het water springen en bij jullie bij boot kwamen? Ja, ik vind het wel Ik vind dat echt fantastisch. Ik vind dat echt heel mooi. Ja. Nou, ik stond met Erwin, stond ik aan de baan en wij stonden allebei met kippenvel op de arm toen het gebeurde. We hebben enorm genoten. Oh, wat dus fijn. Nogmaals gefeliciteerd. Ja. En geniet lekker van deze dag. Dankjewel. We hebben de vriend van Maaike Head. Yes, dat ben ik. Ik moet zeggen dat ik er eigenlijk niet zo heel veel van onthouden heb. Nee. Nogal spannend vond. Jij was gewoon zenuwachtig voor het zwemmen. Nee, ik heb het zwemmen dit jaar genoeg geoefend. Ik had alle vertrouwen dat ik er ging komen. Zo dat is het mooiste wat er is voor een sporter om Olympisch goud mee te maken. En zeker als je dat ook als partner mag beleven. Lijkt me geweldig. Zo heb je het ook gezien. Ja, zeker. En meteen ook de vriend van Iels Paulus. Ja, ik kon gisteravond niet slapen, maar vandaag is het wel gelukt. Als je als vriend op de tribune zit en je vriendin wat goud, dan word je toch gek op de tribune? Een beetje, maar ze zijn toch winnaars en ze doen het wel vaker hoor. En, dit is ook wel echt Maar Olympisch goud niet hoor? Nee, nog niet, maar ze hebben het wel verdiend. En daarna de meiden komen over de finish. En dachten jullie met elkaar het water in? Hoe is dat? Als je even aan de boot hangt en je meisje dan een knuffel kan geven? Ja, dat ga ik nooit vergeten. En ondertussen de vieze smaak van het water weer uit de mond? Of, ja, ik heb wel een colaatje gedronken. Ik hoorde net dat we nu antibiotica moeten nemen. En, oh, serieus? Ja, echt, ja. En er zijn een paar blessures van dingen onder het water. Oh, ik ben toch blij dat ik het water niet ben ingegaan.